President Chandrika Prasad Santokhi reist zondag af naar Trinidad en Tobago voor het bijwonen van de CARICOM staatshoofdenvergadering. Dat zei buitenlandse zakenminister Albert Ramdien vanmiddag tijdens een persconferentie. Het staatshoofd zal deelnemen aan de speciale staatshoofdenvergadering in verband met 50 jaar CARICOM. Die ontmoeting gaat niet alleen maar zijn om te herdenken en te vieren 50 jaar CARICOM, maar het gaat ook om een aantal substantiële zaken die dan besproken zullen worden, waaronder de situatie in Haiti, waaronder de aankomende conferenties met betrekking tot klimaatverandering, klimaatfinanciering en de summit welke in Frankrijk heeft plaatsgevonden met betrekking tot nieuwe financiële arrangementen. We hebben daar ook aan geparticipeerd. Ramdien, die ook afreist naar het Caribische eiland, zal de Executive Council van de International Cooperation Conference voorzitten. Om een aantal lijnen uit te zetten naar de toekomst. En daarna zal ik een officieel bezoek brengen aan Venezuela. Een bezoek dat lang geleden is afgesproken. Dus daar zal gesproken worden over de bilaterale samenwerking. Het heeft stilgelegen voor een lange tijd. Wij gaan kijken waar we zijn en op welke wijze we die weer kunnen heractiveren binnen het kader van de buitenlandse politiek van Suriname. De CARICOM werd in 1973 opgericht middels het tekenen van het verdrag van Chaguaramas. Suriname trad in 1995 toe tot deze Caribische bundeling.